Het is 1959 als Wouter Sternheim van zijn ouders te horen krijgt dat hij hun zoon niet is. Dat hij een jochie is dat min of meer gevonden is in een trein vlak na de bevrijding. Wouter realiseert zich al snel dat zoeken naar zijn echte ouders nu nog maar weinig zin heeft. Hij geeft zijn studie op, belandt bij het toneel en ontmoet in Praag de liefde van zijn leven. Dan hoort hij dat zijn pleegvader, die zelf in de oorlog een zoon van Wouters leeftijd heeft verloren, zijn huis en vrouw heeft verlaten om aan een hopeloze zoektocht naar zijn omgekomen kind te beginnen. Wouter kan niet anders dan hem achterna reizen. Lente in Praag is een ontzettend bijzonder en liefdevol geschreven boek. En het leest soms bijna als een filmscript. Het zal me dan dus ook niet verbazen als er binnenkort iemand komt en zegt van dit boek maken we een nieuwe Nederlandse film. Het liefst zou ik iets willen vertellen over de ontknoping van het boek, het einde. Maar ik weet dat als ik dat doe, dat ik veel te veel verklap. Dus dat ga ik zeker niet doen. Er zit voor u niks anders op dan het boek zelf te lezen. Maar ik kan u wel vertellen, dat zal geen straf zijn. Ontzettend veel plezier hiermee.